is op 32. Deze is op verzoek. En dat doe ik graag. Ik help mensen graag. Dus er zijn best veel sommen die kun je terugvinden in mijn lijst van betaalwas van de 10e editie. Je kan eventueel vragen om, goh, ik wil deze som. Heb je die al? Dan kan ik eventueel een link sturen naar waar je hem terug kunt vinden. Maar anders vraag je hem gewoon aan, hè? Dan maak ik hem voor jullie. Oké, vraag 32. Van PQR is PQ 4 centimeter en QR en PR is 6 centimeter. Je ziet hier in de vraag geen driehoek staan. Dus je moet jezelf gaan tekenen. Hoeft niet op ware grootte. Een schets is gewoon prima. Dan schets je gewoon een gelijkbenige driehoek. En daar ga je bijzetten wat je weet. Nou, PQ is 4 centimeter. PQ is 4 centimeter. Hoppatee. Dan zie ik ook staan QR en PR zijn 6 centimeter. 6 centimeter. Die zijn even groot. Zo. Die zijn even groot. Het is een gelijkbenige driehoek. Nu hebben ze het over berekende hoogte RS. Nou, S heb je niet, maar de R heb je wel. En je weet ook, de hoogte is zo vanuit het puntje van de driehoek loodrecht op de zijde er tegenover. En in een gelijkbenige driehoek is dat zo fijn. In een gelijkbenige driehoek hakt die de driehoek precies in, hakt de hoogtelijn, de driehoek in precies twee gelijke stukken. Dus je weet, hier zit dan S. Dan weet je, van P naar S is even groot als van S naar Q. Is heel stuk 4, dan weet je dus dat 1 zo'n stukje 2 is. Maar ja, dat mag je niet zomaar aannemen. Je weet het, je ziet het. En toch moet je opschrijven. Dan moet dus even een betere afbeelding maken. Zo. En toch moet je dan opschrijven hoe je daar aan komt. Want je gebruikt iets wat niet is gegeven. En alles wat je gebruikt wat niet is gegeven, moet je opschrijven. Nou, ik heb nu hier mijn driehoek. Nu gaan we kijken, ze willen de RS willen ze weten. Kijk, RS, hoppatee, die willen ze weten. Nou, dat kan. En dan ga je kijken in welke driehoek zit hij. Nou, ik pak gewoon de linkse. Ik weet even niet wat nakijkboekje doen, maar dat maakt niet zoveel uit wat nakijkboekje doen, want je komt op hetzelfde uit. Altijd eerst even aangeven, je gaat nu gebruiken dat dit stukje 2 is. En dan ga je met Pythagoras deze zijde en dan kun je deze berekenen. Dus ga je met Pythagoras aan de slag. Want het is een rechthoekige driehoek en heel het boek gaat over Pythagoras, hè. Nu gaan we dus deze gaan we berekenen. Nou, daarvoor heb ik deze nodig en die. Maar deze is niet gegeven, ja, in zijn geheel. Maar dan moet je dus nog wel opschrijven. Dus je moet nog opschrijven. PS is gelijk aan 4 gedeeld door 2 is 2 centimeter. Want die heb je niet gekregen. Dus dan moet je wel laten zien als je het gaat gebruiken hoe dat je eraan komt. Dat moet je wel laten zien. Nou, dat ga je opschrijven. In driehoek. PSR. PSR is... hoek S 90 graden. Dus geldt Pythagoras. En die schrijf je nu op. Nu niet rechthoekzijde kwadraat plus rechthoekzijde kwadraat. Nee, je gaat gelijk de letters gebruiken uit je driehoek. Dus PS, zo doet het nakijkboekje. Dus ik hoop dat jullie het op school ook zo doen. PS kwadraat plus SR in het kwadraat is gelijk aan PR in het kwadraat. Dan ga je invullen wat je weet. Nou, PS is 2 in het kwadraat. SR, ja, die wil ik juist weten, hè, de hoogte van die driehoek, is gelijk aan PR in het kwadraat is 6 kwadraat. Dan krijg je dus 4 plus SR kwadraat is gelijk aan 36. Ja, en dan zie je dus eigenlijk dat SR kwadraat, haal aan beide kanten maar 4 af. Dat is de balansmethode, hè. Je gaat hier toe naar SR alleen, dus je moet van deze 4 af, dat kun je doen. Door hem gewoon eraf te halen. Moet je aan de andere kant ook doen. En dan krijg je dus 32. Dus SR is de wortel uit 32. Is ongeveer, het staat af rondaf op 1 decimaal, 5,7 centimeter. Zet de centimeter bij. Zet altijd de mate erbij als het in zo'n praktijkvoorbeeld is. In een rooster, als je zeg maar een assenstel zou moeten tekenen, ja, daar zit er geen mate bij. In iedere andere situatie moet het erbij. Tenzij in je vraag helemaal geen mate staan. Dus als ze in die driehoeken totaal geen centimeters hadden gestaan, dan hoef je het niet erbij te zetten. Maar anders altijd die maten bij. Dat was hem al. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!